Zeg eens A, zeg eens A. Ik heb pukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Zeg eens A, zeg eens A. Ik heb vlekken voor mijn ogen, tepelkloven van het zogen en ik plas de laatste tijd wel heel erg veel. Is er soms iets met mijn nieren, zijn het schild of andere kleren? Dokter, kijk eens naar mijn buik. Heb ik soms iets aan mijn longen? Is die ader soms gesprongen? En ik ruik de laatste tijd niets als ik ruik. Zeg eens A, zeg eens A. Heb ik suiker of is het kaak? En waarom kwijl ik als ik zever? Ik heb heel wat op mijn lever. Zeg eens A, zeg eens A, zeg eens A. Fantastisch. Dat is nog wat anders dan het oude fortje van die boer. Ja, maar die zou je nooit meer vergeten. Wat heet? Ik heb geloof ik de halve vakantie tegen zijn onderkant aan liggen kijken. Nou, kan jij een mooier uitzicht bedenken op vakantie? Nou, wat vind je ervan? He? Alles zelf gedaan. Cilinders uitgekotterd, kop gevlakt, een paar nieuwe zuigers. Schitterend. Maar wordt het op zo'n manier niet een erg onbetaalbare hobby? Tja, hangt er vanaf. Soms heb je gelukje, als je tenminste geen pech hebt. Hoe bedoel je? Nou, zoals vandaag kon ik een geheel kaduke, maar echte klassieke snoek kopen voor maar 4 mil. Zo, dat is dan echt een gelukje. Nee, dat is geen geluk. Ik heb er hier voorlopig geen plaats meer voor. En ik heb hem moeten laten lopen. Wacht nou eens eventjes. Is dat nou niks voor jou? Voor mij? Ja, jij zocht toch een autootje voor Wiep? En dat is toch veel leuker? En 4 mil? Dat is echt geen geld. Elke handelaar geeft je er blind 6 voor, in de staat zoals je nu is. Dat is inderdaad te gek. Maar zou ik dat kunnen? Zoals ik jou bezig heb gezien op vakantie, zeker. En anders help ik je in het begin. En voor je het weet, kan je het alleen al. En let op, hè. Als die snoek helemaal klaar is, nou, is die minstens 20.000 gulden waard. Maar heb jij de plaats voor? Ja, ik ken iemand met een schuurtje. Ja. En anders vind ik er wel iets op als ik terugkom volgende week. Ik moet van een congres naar Parijs. Ah, ja, 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 maar als je een week wacht, dan is hij misschien weg. Nou ja, dat is dan ook weg. Nee, wacht nou. Als je wilt, kan ik hem voor je halen. Ik heb een trailer. En dat zou ik toch moeten doen, want hij rijdt niet. Kijk, als je dat zou willen doen, zet hem zo lang dan maar voor de deur en geef de sleuteltjes aan dokter van de ploeg. Dat doe ik voor jou, jongen. Geld voor de snoek. Anders wordt het echt een dure hobby, hè? Ja, duur, dat zal wel, maar ik ga het wel doen, want het lijkt me wel onbetaalbaar leuk. Wat zoek je? Een kaartje van het ziekenhuis die ik je vanmiddag gegeven heb. Ik heb nog een rapport nodig voordat ik morgen naar het congres ga. Je hebt me niks gegeven. Ja, dat weet ik nog heel goed, hè. Dat ik tegen je zei, wil jij hem voor me bewaren? Want anders ben ik bang dat ik hem kwijtraak, hè, op reis. Ja, nou, zeg iets. We hebben het anders gegeven. Ik weet het heel zeker. Ik bedoel, als er één weet waar die zijn spulletjes laten, ben ik het wel. Nou, moe. Hé, hey, wil je soms beweren dat ik seniel word? Dat ik niet meer weet of je me zo'n pasje gegeven hebt of niet? Hou nou toch op, Hans. Nou, maar ik ben niet degene hier in huis die altijd van alles kwijt is. Oh, ja. Ja, en daarom denk jij, als jij iets niet kan vinden, dat zal Lidie wel weggemaakt hebben? Bovendien, ik weet het toch precies toen je dat zei. Toen zat je op de bank. Je had je witte gestreepte overhemd aan met die korte mouwen, je blauwe broek, je zwarte gevlochten schoenen. En toen stond je op naar de kast om voor jezelf een whisky in te schenken. Ho, 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 ik neem het al terug. Nou, in ieder geval, hè, mocht je hem vinden, hè, bewaar hem dan voor me als je wil. Ik bedoel, zonder dat rapport gaat het ook wel. Wat is er nou? Ben je nou boos? Ja, vind je het gek? Een beetje op mij afreageren. Zorg dan toch ook dat je alles voor elkaar hebt voor je de deur uitgaat. Sorry. Spijt me. Ja? Nou, kom er nou maar in. En toch weet ik heel zeker... Hans! Sorry, lieverd. En vergeet niet om dat leuke shirt mee te nemen dat ik voor je gekocht heb, want het staat je zo leuk. Nou, over mijn vuile overhemd hoef jij je geen zorgen te maken, hoor. Die heb ik al in de wasmand gestopt bij mevrouw Dobbelsteen. Oké. Hans, hou je nog wel een beetje van me? Nou en of. Net zoveel als vroeger. Weet je nog? De eerste keer dat ik met je mee naar huis ging? Nee, vertel eens. Toen had je je huissleutels vergeten. Oh, Hans! Oh.
Ah, Lidie, hey. Goed dat ik je nog tref. Laten we opschieten, John. We moeten over 20 minuten op Schiphol zijn. Maar eventjes nog. Ja. Lidie, een deze dagen worden bij jou een paar autosleuteltjes afgegeven. Autosleuteltjes? Ja, ik heb een tweedehandsje gekocht. Voor Wiep. Maar het is nog een verrassing, dus mondje dicht, hè? Nou, voor Dobbelsteen zou zeggen, bij mij vergeleken is het graag een babbelkant. Die man zal die auto hier voor de deur neerzetten en dan die sleutels bij jou afgeven. Hij is betaald. Jo, hier voor de deur, dan ziet ze hem toch. Ja, maar ze weet toch niet dat die voor haar bestemd is. Oh, ja, natuurlijk. Nou, ik heb het gesnopen, hoor. Maar ja, sleutels, hè. Hans weet hoe ik met sleutels ben. Geldt toch alleen voor je eigen sleutels? Ik geef ze wel in bewaring bij me voor Dobbelsteen. Nou, kom op. Jullie moesten toch zo lang naar Parijs. Bedankt, hè. Dag, lieverd. Dag, schat. Heb je het me helemaal vergeven van vannacht? Bedoel je het ene of het andere? Ga jij dan maar gauw weg. Ja, ik heb het gevonden. Hey. Wat zeg je? Ik heb het gevonden. Moet je kijken. Dit lijkt wel een passie van een bank. Hoe kan dat nou? Moest ik daarvoor nou helemaal hierheen komen? Ja, weet ik veel. Dat ding begint opeens doodeng te rammelen. Nou, toen heb ik hem natuurlijk afgezet. Nou, ik snap er helemaal niks van. Ik haal toch altijd alle zakken leeg? Misschien heeft dokter Van der Ploeg er zelf een jasje gedaan. Echt iets voor haar om naar de zakken niet na te kijken. Nou, en nou betrek ik een lekker bakje koffie. Ja. En daar heb ik ook wel zin in, voor Dobbelsteen. Lekker, even er tussendoor. Natuurlijk. Goh, Koos, wat fijn dat je er zo gauw bij kon zijn. Heb je wat gevonden? Ja. Hebt u er misschien zelf een jas in gedaan? Nou, nee, niet. Ik weet hoezo. Nou, misschien hebt u er een bankpasje in laten zitten. Een bankpasje? Hè? Nee, toch, hè? Oh, ho, 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 ho. Wacht even. Wie zegt dat ik er iets in heb gedaan? Ja, wie anders, hè? Ja, nee, natuurlijk. Het moet uit een overhemd van dokter Landsberg komen. Laat eens even zien, Koos. Laat eens even zien. Hier zo. Ah ja, hoor. Als ik het niet dacht, de cardkey van dokter Landsberg. Is dat geen pasje dan? Jawel, dat is een elektronisch toegangspasje om het ziekenhuis mee in te komen. Oh. Ja, in ieder geval, sorry hoor, maar... Oh, geeft niks hoor, Koos. Ik begrijp best dat jij dacht, wie kan er anders zo stom geweest zijn? Ja. Wat stom van mij, hè? En zal ik de rekening dan ook maar naar dokter Landsberg sturen? Hé, Koos, doe niet zo raar, aardappelig. Zo'n klein plusje stuur je toch zeker geen rekening voor? Mien, geintje. Oh ja, voor ik het vergeet. Die man van de garage die heeft uw auto aan de overkant gezet. Die is klaar. Hier zijn de sleuteltjes. Oh, alsjeblieft, houdt u die maar. U weet hoe ik daarmee ben. Maar moet u geen visites rijden dan? Jawel, maar het is ook niet mijn auto. Hij is van John. Of liever gezegd, hij is van Wiep. Maar dat mag ze nog niet weten. Nee. John heeft een tweedehands autootje gekocht voor Wiep. Maar dat is een verrassing, hoor. Het moet een verrassing blijven. Bij mij vergeleken is het graf van Babbelkaas. En wat voor auto is het? Ik geen idee. Ik heb hem nog niet. Oh, ik ben eigenlijk best wel nieuwsgierig. Maar je wel kan best even ertussendoor. Kom, ja. Dan gaan we even kijken. Oh, dan ga ik even mee. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar die zijn eigenlijk voor mij. Ik zal even naar de auto gaan. Oh, nee. Nou, wat zin. Dat kan toch niet goed zijn. Hier, er zitten niet eens een spatboer aan. Nee, dat klopt. Jullie hier, geef ze even de sleuteltjes. Maar kan het niet even een andere auto zien in de straat? Nee, het was voor nummer 10. Frekse passen. Oh, nou, nogmaals. Ja, zeg, wat was dat voor een man? Nou, keurige man. Volgens mij heb ik hem wel eens in de wachtkamer gezien. Starten doet hij ook niet. Nou, snap je dat nou? Hij is wel overgeschreven. Heeft dokter John gezegd hoeveel het kreeg nou nog moet kosten? Nee, hij is al betaald. Betaald? Ja. Ja, neem me niet kwalijk, maar dat vind ik wel knap stom. Nou ja, dat heeft hij natuurlijk gedaan omdat hij een paar dagen weg moest met dat congres in Parijs. Nou, volgens mij heeft hij ze laten verleiden door het uiterlijk, de vorm. Ach, mannen! Inderdaad, meende dat ik met jou wou destijds. Nou ja, wat doen we nou? Ja, ik ben natuurlijk geen expert, maar misschien valt het ding nog op te knappen. Misschien kunnen we Jopie vragen of je er even naar kijkt. Die heeft tenminste verstand van de auto's. Ik dacht dat jij geen enkel vertrouwen had in Jopie. Om een auto van te kopen. Oh, het is tijd. Ik moet naar mijn patiënten. Ik moet echt weg. Oh, kijk nou toch eens. Arme John, arme Wiep. Ja, ja. Nou, het zal in ieder geval een reuze verrassing wezen. Ja, ja. Ja, wat dat ja? Nou, ik zou eerlijk zijn.
Ja, dit is een garage. Dat krinken zo naar de sloop. Ja, het is natuurlijk wel een echte snoek. Ja, maar echte snoeken zijn alleen wat waard wanneer ze in een volledige goede staat zijn. Van deze kun je hooguit wat onderdelen verkopen. Wat heb dokter Johnny voor betaald? Geen idee. Nou, in ieder geval te veel. Oh, wat sneu nou toch, hè? Wat verschrikkelijk, hè? Ach, voor die dokter John ook. Heb je zich door die kurkentrekker laten flessen? En die Wiep, wat zou ze teleurgesteld wezen? Ja, het is triest. Oh. Ik wou dat ik wat wist. Of wacht eens, misschien weet ik wat. Of nee. Ja, weet je nou wat of niet? Ah, nee. Hoewel, dan moet ik er wel wat op toeleggen, maar... Als het voor Wiep is. Weet je een oplossing? Nou, ik heb waarschijnlijk nog een leuke inruiler staan, hè? Ja, die moet wel 2000 gulden opbrengen, hoor. Want het is een soort verzamelobject, hè? Doe je dat karretje wat je van die Fransaus gekocht hebt? Precies. Klein? Ja, maar het is wel een echt authentiek eentje besteld. Ik zie Wiep er al helemaal in zitten, hoor. Met een flesje wijn en een paar stokbroden. Ja, het is er eentje met van die klapdeurtjes van achter. Oh ja, anders passen die stokbroden er niet in. Nee, maar hij is helemaal rijklaar, hoor. Ze kan er zo instappen. Hè? Nou, jij hebt hem gezien, Koos. Ja, het is een heel lief wagentje, ja. En nog van hetzelfde merk ook. Ja, net grote broer en kleine broer, zou ik maar zeggen. Oh, en dat zou je willen ruilen voor dat wrak? Alleen als het voor Wiep is. Weet jij dat wel zeker, Jopie? Nou, kijk, ik zal het je eerlijk zeggen. Ik heb voor dit eentje maar 1000 gulden betaald. Ik heb hem zelf helemaal opgeknapt en ik kan er makkelijk 2000 gulden voor vragen. Nou, op Wiep hoef ik geen winst te maken. Dus als ik voor dit wrak 2000 gulden krijg... Dan ben ik al lang tevreden. Fantastisch. Jopie, wat vind ik dat nou ongelooflijk aardig van je. Ach, ik heb nou eenmaal een zwak plek in die Wiep. Ik maak het vandaag nog in orde. Vandaag? Oh, jee. Nou, zouden we maar niet liever wachten, hè, tot dokter John terug is. Ja, kijk. Nou, heb ik dat wagentje nog? Of ik het morgen nog heb? Ja, ik wil natuurlijk niet mee bemoeien, dokter. Maar het is voor dokter John natuurlijk wel veel leuker als alles zo geregeld is... dat die Wiep meteen kan verrassen als hij thuis komt. Ja, en... Het is nog hetzelfde merk ook. Ja, goed, maar om zomaar in mijn eentje voor een ander te beslissen. Kan u niet even bellen? Nee, ja, ze zit in Parijs, maar ik weet niet waar, hoor. Ja, kijk, ik zou kunnen... Er komt namelijk vanmiddag iemand naar dat karretje kijken, hè? Dus ik kan proberen om dat nog even af te houden. Nee, dat kan ik niet van je verlangen. Nee, hoor, als je het verkopen kan, moet je dat natuurlijk doen. Ja. En toch durf ik te wedden dat dokter... John u heel dankbaar zal wezen. En Wiep helemaal. Want wat heb je nou aan een verrassing die niet rijden kan? Nou ja. Ik zal het u nog sterker vertellen. Ik geloof nooit dat zo iemand als dokter John deze wagen heeft uitgezocht. Nee. Als je het mij vraagt, dan heeft die kerel gedacht... die vent is een paar dagen weg, dus ik gooi een ander wrak voor de deur. Ja, toe, maar heeft toch die man zijn adres? Nou, van mij kan je aannemen dat hij er dan niet meer woont. Dan is hij vertrokken met onbekende bestemming, met de Noorderzon. Koos. Echt, zou je denken? Tuurlijk. Ja, tuurlijk, zo moet het gegaan zijn, hoor. Dokter John is dan niet hartstikke gek? Nee. Ja, nou, vooruit dan maar. Dat is dan afgesproken. Ga jij heen, Koos? Ja. Rij jij heen? Rij ik het trailertje. Oké, dan. Ik heb de boontjes laag gezet. U hoeft ze alleen maar af te gieten, hè? Ja, nou... Ik heb me de hele nacht af liggen vragen hoe ik daar nog wel zo verstandig aan heb gedaan. Zit u daar nou nog over hier? Ach, ik weet zeker dat dokter Jonathan een heel goed idee zou vinden als u morgen terugkomt. En bovendien, wat zouden de patiënten wel niet gedacht hebben als er zo'n raar wrak voor de deur stond? Nou, wat de patiënten denken, dat zal een zorg zijn. Het is veel belangrijker wat John zal denken. Hé, verdorie, waarom koopt hij dan ook iets als hij er niet zelf bij kan zijn om het in ontvangst te nemen? Hallo, Dolsteen. Hey, tante Rien. Hallo. Oh, ik ben nog mooi op tijd voor het eten, zie ik. Gezellig met z'n tweetjes, hè? Oh, ik ben zo weg, hoor. Oh, nee, mevrouw Dolsteen, ik wil u helemaal niet weg hebben. Ik wil even wat vragen. Zijn er hiernaast in het huis van Buis, zal ik maar zeggen, zijn er nieuwe mensen komen wonen? Nou, dat weet ik niet. Nee, waarom vraag je dat? Nou, omdat ik sinds gisteren een autootje voor de deur zie staan, wat ik nog nooit eerder heb gezien. Oh, dat is mij helemaal niet opgevallen. U, mevrouw Dobbelsteen? Nee, ik heb er helemaal geen nodig in gehad. Ah, een schatje. Zo'n echte oude bestel-eend. Zijn die zo bijzonder dan? Bijzonder, mevrouw Dobbelsteen. Het zijn te gekke wagentjes. Zoiets zou ik eigenlijk moeten hebben. Zou ik niet altijd die auto van John hoeven te lenen? Maar ja, wagentjes worden niet meer gemaakt. Tampie. Even die troep dat atelier. Ben ik zo terug om te eten. Doei. Doei. Haar ze me langzaam, hoor. Want ik maak het bederf zo gauw niet. Wat ziet u dat nou? Ze is helemaal gek van dat autootje. Dat is een opluchting, zeg. Dat moet ik zeggen. Oh. Nou, dat gaat niet maar, hè? Ja. Nou, zie je nou wel? Toch goed dat ik het ballenvrak heb geruild. Nou, ik
zie je maar weer, hè? Ik hoop toch zo dat dokter John er blij mee is? Dus inderdaad, te hopen, ja. Persoonlijk vind ik het nogal een overhaaste beslissing. Ik snap er niks van. Het is niks voor Lydie, hè, om zo impulsief te zijn. Niet te geloven, dit is echt niet te geloven. Het is echt te gek om waar te zijn. Ja, sorry, het spijt me, maar het was ook zo'n verschrikkelijk wrak. Het was een snoek, Lydie, een snoek! En ik begrijp niet dat jij dacht dat ik wel me zou hebben laten belazeren. Ja, daar leek het op. En startte deed hij ook niet. Maar dat wist ik, mevrouw Dobbelsteen. En ik wist dat hij zo oud was en ik wist dat de spatborden achterin lagen. Nou, wij niet. Nou, het spijt me dat ik het zeg, mevrouw Dobbelsteen, maar jullie hadden je er niet mee moeten bemoeien. Dat zei ik ook al. Ja, maar ik dacht, het is een cadeautje voor Wiep. John's cadeautje voor Wiep, Lily. Ja, trek me weer meteen partij. Ik trek helemaal geen partij. Je weet dat ik heel nuchter ben in die dingen. Maar John heeft gewoon iets gekocht. En voor wie het nou ook bestemd is, het is en blijft aan John om uit te maken wat hij ermee wil doen. Ik ben toch een beetje bang dat het wel de schuld is van Koos en mij. Want wij hebben de dokter aangeraden om het te doen. Maar ik denk dat Wiep er heel blij mee zal wezen. Ja, maar wat u denkt, mevrouw Dobbelsteen, heeft er niets mee te maken. Het gaat om het principe. Ja, maar... Maar Jopie zei... Ah, Jopie! Het lijkt wel alsof de hele stad zich ermee bemoeid heeft. De bedoeling was dat ik die snoek samen met Marius zou opknappen... en dan was hij zo'n 20 mil waard geweest. 20 mil? Ja, en dat terwijl ik er maar 4000 voor betaalde. Normaal betaal je minstens 6000 gulden. Zelfs voor zo'n wrak. Alle mensen, het spijt me. Ik wist niet... Nee, jij wist niet. Maar je maakt mij niet wijs dat Jopie niet donders goed wist... de linkmichel. Nou ja, zand erover. Ik zet mijn koffer hiernaast. Dokter, zou u ook denken dat Jopie de... Om u de waarheid te zeggen, ik ben bang van wel. Oh, die smicht! Een auto van 2000 gulden ruilen voor een auto van 4000. Ik ga er meteen weer. Nee, alsjeblieft, mevrouw Dobbelsteen, doet u niets. Maar ik voel me zo verantwoordelijk. Dat bent u ook, mevrouw Dobbelsteen. Maar voor u nog meer op uw verantwoording neemt, ik... Ik moet nog even een paar boodschapjes doen. Ik kan... U ziet me zo meteen wel weer verschijnen. Nee, Hans. Nou, jij weet ook wel zout in iemands wonden te strooien, zeg. Arme mevrouw Dobbelsteen. Wat nou, arme mevrouw Dobbelsteen? Arme John, zul je bedoelen? Nou zeg, je hoeft niet zo kwaad om me te worden. Het is maar een auto, hoor. Nou ja, ik word nou helemaal kwaad over dat soort dingen. Sorry, hoor. Ik bedoel, ja, als jij nou ook weer kwaad gaat worden omdat ik kwaad word, dan... Nou, hé. Zo erg hoef je het je toch niet aan te trekken. Nou, ik trek het me wel aan. A, omdat je zo boos op me wordt. En B, omdat je ook misschien een klein beetje gelijk hebt. Maar ik was zo in paniek toen ik dit wrak zag staan. Ik dacht, ik moet wat doen. Maar dat is toch een beetje dom? Ja, dat heb je al een keer gezegd. Hoef je dus niet nog een keer te zeggen. En bovendien kon je toch nergens bereiken. De laatste tijd kan ik je trouwens nooit bereiken. Überhaupt niet. Als ik je bellen wil, dan ben je of aan het werk of je gaat aan het werk. Als je mij op mijn werk belt, is de kans groot dat ik aan het werk ben. Oh, wat zijn we weer ad rem. Oh, alsof jij altijd alles zo vreselijk goed weet. Alsjeblieft, hè. Jullie gaan toch geen ruzie maken om mij? Nee, natuurlijk niet, John. Maar dit kan toch alleen maar Lydie overkomen. Nee, jou overkomt nooit iets, hè? Oh, nee. Jij bent ook nooit eens wat kwijt. Nee. Sorry. Alleen af en toe misschien een ziekenhuispasje? Ah, had ik hem je dus toch gegeven? Hé, jullie zijn terug. Hoi. Wat is er? Wat is hier gebeurd? Is er iemand? Nee, gewoon een oneenigheidje om niets. Nou ja, laat me het maar vertellen. De lol is er nu toch af. Ik had voor jou als cadeautje een oude snoek gekocht. Maar jouw tante Lydie en mevrouw Dobbelsteen hebben hem achter mijn rug omgeruild voor een lelijk eentje. Nee, dat eentje wat voor de deur staat. Is dat van mij? Oh, John! Nou, wacht nou even. Als ik die snoek had opgeknapt, dan had je over een maand of zes een auto van zo'n 20 mil gehad. Ja, wat kan mij dat nou schelen? Ik ben gek op die eend. Ik wil geen andere auto. Maar ik had me er zo op verheugd om hem met Marius samen op te knappen. Oh, dus het was eigenlijk meer een cadeautje voor jou als een cadeautje voor mij. Nee. Dan heb ik niks gezegd natuurlijk. Nee, zo bedoel ik het niet. Het was een cadeautje voor jou.
Nou, in dat geval heb ik liever nou een auto als over 6 maanden. Ja, als je het zo bekijkt, dan kan je... Nou ja, vooruit jij je zin. John, dankjewel. Kom, we gaan er meteen even in zitten. Kom. Weet je wat het met jou is, Lidie? Je zou eens wat vaker in paniek moeten raken. Dan neem jij altijd de juiste beslissing. Nou, Jopie, zo te zien ben je weer helemaal de oude, hè? Ja, dat komt omdat ik het uitgepraat heb met Annie. Gefeliciteerd. Ja, ik heb gewoon gezegd, Annie, moet je luisteren. Ik hou ontzettend veel van je, maar je moet me niet zo doodknuffelen. En? En toen zei Annie dat ze niet anders kon, omdat ze me nou eenmaal zo'n lekker knuffeldiertje vindt. Ah, jou moet ik net hebben. Kurkentrekker. Heb ik wat verkeerd gedaan? Je had de dokter moeten zien. Hij was buiten zichzelf. Het schuim stond op zijn mond. Was je niet tevreden met de ruil dan? Oh jee, dat is de pech. Ik heb hem net doorverkocht. Voor de sloop. Die ligt waarschijnlijk al helemaal uit elkaar. Dan moet jij eens eventjes heel goed naar mij luisteren, Johannes Adrianus Marina Schellenduin. Jij bent de grote nepper. Voorzichtig nou, Mientje. Ik mag niet te veel spanning in mijn hoofd hebben van de dokter, dat weet je. Oh ja? Nou, van diezelfde dokter kan je momenteel de zenuwen genieten. Rustig nou. Leg even precies uit wat er gebeurd is. Wat er gebeurd is, is dat hij, de dokter Jan, voor een paar duizend gulden heeft getild. Hè? Jopie? Ja. Ho, wacht even. Er is hier niemand getild. Er is gewoon eerlijk geruild. Oh ja? En voor hoeveel heb je die snoep dan verkocht? Ja, dat hangt er vanaf wat je veel noemt. Kijk, als zakenman heb ik natuurlijk mijn kosten en... een paar duizend. Jopie, je hebt ons nog niet besodemieterd, hè? Kom je daar nou bij, Koos? Hè? Ik hou er alleen niet zo van om, inzage in de boeken te geven. Jopie, iets heel anders. Hoe heette die vriendin van jouw moeder ook alweer? Weet je wel, waar je altijd ging eten toen Annie op vakantie was? En was ze nou grijs? Of was ze blond? Oh, wacht eens even. Natuurlijk. Hoe kan ik dat nou vergeten? Het staat in mijn boekie. Even wachten. Even kijken. Ja, hier. Zo. Alles bij elkaar toch nog meer dan ik dacht, zeg. 6000 pietermannen. Zo. Dat klopt. En je maakt mij niet wijs dat jij niet wist dat de dienst zoveel waard was. Maar toevallig wilde ik net dokter John bellen om het verschil met hem te delen. Maar dan heeft hij anders zijn snoep niet mee terug. Nee, dat geeft niks. Wie is dolblij met die eend? Nou, zie je nou wel. Dan is er toch geen vuiltje aan de lucht. Dat is er wel. Wat heb jij voor die eend betaald? Nou, dat heb ik al gezegd. 1000 gulden. En na het opknappen is hij zeker 2000 waard. Dat is dan 1000 gulden winst. En jij maar roepen dat je van Wiep geen winst hoeft te hebben met je uitgestreken ponem. Ja. Nou, goed. Je mag die 1000 gulden houden. Nou, het valt toch weer mee. En dan heb je voor die snoek heb je 6000 gebeurd. En dan mag je ook 1000 van houden. Ja, hey ho. Niks ho. Dat is dan 2000 gulden winst. Op 1 dag. Op 1 autovrak. Van iemand waar je geen winst van hoeft te hebben. Omdat je een zwart plekje in je hart hebt voor haar. Ja, dat zei je, Jopie. En dan hoef ik nog niet eens commissie. Want uiteindelijk heb ik het aangebracht. Nou, dat is fideel van je, Mientje. Zou ik ook zeggen. Goed. Dan wil ik nu van jou... 6000 gulden, en het is voor dokter Jon. Min 2 maal 1000 gulden is 4000 gulden, mag ik even vangen. Dankjewel, namens dokter Jon. Ik wist wel dat je een eerlijke zakenman was.